vrienden van mij geweest. Ik neem jullie mee tijdens de Facebook Live-uitzending van de Wijmarstraat nummertje 401. Bijzonder stukje Den Haag, gelegen dicht bij de Valkenboskade. En ik ga jullie deze superleuke woning laten zien. Het is zogenaamd de Kleine Wijmar. Dat is het kleine stukje tussen de Valkenboskade en de kruising met op de hoek de Albert Heijn. Wel bekend punt. En daarachter begint eigenlijk de bekende Wijmarstraat. Dit is echt een klein stukje wat gelegen is in het Valkenboskwartier. In plaats van in het Regentessenkwartier. En we gaan deze superleuk appartement op de eerste etage gaan wij bekijken. Het is een pand uit 1914. Met portiek. Het voordeel is dat we een VVE hebben met 6 personen. Dus je bent met z'n allen verantwoordelijk voor het portiek, het dak. De bijdrage is €139. Het pand dateert vanuit 1914. Ook aan de overzijde prachtige mooie panden. We gaan naar binnen bij nummertje 401. Persoonlijk vind ik het een superleuk leuk appartement. Je moet er denk ik een klein beetje doorheen kijken. Maar het heeft enorm veel potentie, dit appartement. Bij binnenkomst een ruime entree. Met aan de rechterzijde direct een grote slaapkamer. En dan kunnen we hier naar links. Dan komen we eigenlijk in de centrale hal. Met toegang tot de woonkamer, met eetgedeelte, een erker, geeft veel sfeer aan de woning. En achterin de woonkamer, ook nog een deur naar de tweede slaapkamer. Keuken met toegang richting het balkon, aan de rechterzijde aan het einde. Achterslaapkamer. Een badkamergedeelte. Een deur naar een net toilet. Nog een extra bergkast. En het elektriciteitsgedeelte. Nou, we gaan even terug naar het begin. We zijn net door deze deur binnengekomen. Nu komen we eigenlijk in de hal. En ja, probeer er een beetje doorheen te kijken. Hè. Er ligt nu nog vloerbedekking op de grond. Maar het is gewoon een prachtig gaaf huis. Alleen het enige wat ik wel zou veranderen is op het moment dat je in deze hal binnenkomt. Zou ik gelijk prachtige mooie openslaande deuren nemen. Twee van die grote taatsdeuren. Waardoor je dus eigenlijk direct de woonkamer in komt. We gaan nu zo meteen strakjes naar links door deze deur richting de hal. En die zou ik dan persoonlijk dichtmaken. En daartussenin de badkamer. Echt mega veel mogelijkheden. En wat je dan gaat krijgen is dat je 3 ruime slaapkamers krijgt. En aan de voorzijde deze ruime kamer. Aan de voorzijde allemaal kunststof, dubbelglas. En dit is echt een prima slaapkamer. En dan komen we dus in deze tweede hal. Nogmaals, ik zou deze deur waar we nu doorheen gaan, die wand zou ik eigenlijk dichtmaken. En dan openslaan de deuren richting de woonkamer. Dan komen we dus hier in deze enorme hal. En daar heb ik ook nog wat tips voor. Kom gezellig een keer bij me langs om een bezichtiging. En dan ga ik je vertellen hoe je dit huis echt mega gaaf kan indelen. Want wat we dan overhouden is een enorme ruime woonkamer in een leuk stukje tegen het Valkenboskwartier aan. Albert Heijn op de hoek, monumentale panden, bouwjaar 1914. Maar deze VVE waar wij nu zitten is een actieve vereniging van eigenaren.
Nou, het spandoek, ik weet niet of jullie het goed kunnen lezen, maar het is een van de 19 beschermde stadsgezichten van Den Haag. Dan hebben we het over de Weimarstraat, maar dit stukje is de kleine Weimarstraat. Betaald parkeren vanaf 6 uur. Dat voorkomt dat er bestelbussen verplaatst gaan worden. Aircar met veel lichtinval. En een superruime woonkamer. De laminaatvloer ziet er op zich nog wel netjes uit. Wanden moeten gewoon lekker geschilderd worden. Maar misschien heb je nog ietsje meer budget om wat hele praktische dingen hier in het huis te kunnen doen. Ik lijk Bob wel. Die wil ook altijd meer budget. De achterslaapkamer. Deze heeft enkel glas. Houten kozijn is op zich niet zo heel erg, want we zitten onder het balkonnetje. Dus we hebben het dak van het balkon. Ik zal jullie straks even laten zien. Ook dit is een ruime slaapkamer. Tweepersoonsbed, past er makkelijk in. Nog voldoende ruimte voor een kast. En wat een fantastische woonkamer is dit zeg. Het is allemaal wat gedateerd, maar nogmaals, je kan er iets super gaafs van maken. Komen we dus in de echte hal. Nou, Elektra is ook verouderd. Ja, nieuwe groepenkast, ja, 1500 euro ben je kwijt, maar dan hebben we wel een vernieuwde groepenkast. Keuken kan echt nog wel even mee. En als we echt gaan verbouwen, ja, dan kan die er ook uit. Er zit wat, behoorlijk wat plastic in het huis. De meeste mensen vinden dat niet zo geweldig. En ook redelijk brandgevaarlijk. Mocht de brand uitbreken, ga nooit terug in huis in met plastic plafonds. Het gaat om druipen en niet denken van, oh, ik wil nog even iets redden. Gewoon, mocht het gaan branden, gewoon wegwezen. Keuken. Ja, hij is leuk hoor. Leuke hoekopstelling. En grenzend aan de keuken een balkon. Groot genoeg om met twee stoeltjes. Avondzon. Het is nu nog lekker in de schaduw, maar tegen de avond heb je een prima zonnetje. Net op het tuintje is beneden. En een vrij uitzicht. Wat ik zei, dat het de ramen houten kozijnen zijn met enkel glas bij de slaapkamer. Maar dat komt omdat we hier onder het afdakje zitten van het balkon. Dus het heeft weinig te lijden. Dus vandaar dat dat ook niet wegrot. Goed, via de keuken komen we weer in die centrale hal terecht. Daar hebben we nog een aantal deuren. Eén deur met een kastruimte. Die zou ik gebruiken als wasmachineruimte. Ik zou daar de aansluiting maken. Zodat de wasmachine die nu staat in die achterslaapkamer hier, die kan daaruit. En dit is op zich ook een prima slaapkamer. Maar er zijn zelfs mogelijkheden om hem wel wat groter te maken. Wat ze nu gedaan hebben is de badkamer geplaatst. De badkamer hebben ze geplaatst hier net voor die slaapkamer. Ik ga even weer een rondje maken. Design radiator, douche en de wastafel. Ja, ik zou die eruit halen. En die zou ik bij de ruimte, die ruimte zou ik bij de slaapkamer trekken. En dan krijgen we dus de deur hier aan de linkerkant. En dan loop je dus recht door de slaapkamer in. Toilet, die ziet er keurig uit. Daar hoeft helemaal niks aan gedaan te worden. Ziet er keurig uit. En dan komen we hier weer in die grote hal. En wat ik hier zou doen, ik zou hier de badkamer in creëren. Dus de deur waar je nu rechtdoor kijkt, die zou ik dichtmaken, die wand. Dan kunnen we hier de badkamer creëren in deze hal. En dan hebben we dus drie supergrote slaapkamers. Een behoorlijke badkamer.
en een fantastische woonkamer op een hele leuke locatie. Kortom, ik ben enorm enthousiast over deze woning. We gaan vandaag starten met een groot aantal bezichtigingen. De brochures die liggen klaar. Mocht u naar aanleiding van deze video de woning ook willen bezichtigen, bel even met het kantoor 070-448-3150. Ik herhaal 070-448-3150. Ik ben hier sowieso aankomende zaterdag nog. Misschien ga ik u hier ook treffen. Bel even naar kantoor voor het maken van een afspraak. Bedankt voor het kijken. Mijn naam is Armin Steenstra, ik ben van Liva Makelaars en wie weet, tot ziens.